Nou, Valentijn, de tweede speelronde van de Eredivisie zit erop. Het was een opmerkelijk weekend. Ja, dat kan je wel stellen. Als je de tweede competitieronde ziet dat Ajax en Feyenoord, en zeker kampioen Feyenoord, ja, opnieuw punten verspeeld en Ajax voor de eerste keer punten verspeeld. Feyenoord staat 2 gespeeld 2 en Ajax staat 2 gespeeld 3. Die staan er nog 5e en Feyenoord staat, meen ik, 12e. Is de derde club van Rotterdam op dit moment. Dan praat je over een bijzonder weekend. En PSV en AZ, ja, die profiteerden daarvan. Die kwamen weliswaar allebei met 1-0 achter, maar wonnen alle twee met 3-1 tegen Vitesse en RKC. En die staan nu ja, samen bovenaan met Heerenveen en SV Twente. En ja, dat vind ik wel opmerkelijk na 4 wedstrijdjes. Feyenoord loopt dus opnieuw averij op. Is het te verklaren dat Feyenoord zo slecht is begonnen? Nou, eigenlijk niet, hè? Want iedereen riep ook dat Feyenoord de beste uit de transferperiode was gekomen. En dan verwacht je op het moment dat er een aantal spelers al binnen zijn, dat zij dat gewoon heel snel oppakken en het ja, eigenlijk de lijn van vorig seizoen doortrekken. Maar ja, dat lukt ze op een of andere manier. Vorige week kwamen ze tegen Fortuna Sittard al snel met 10 man. Maar hier ja, stroopte het opnieuw en zeker in de eerste helft leek het eigenlijk nergens op. En ja, was Sparta een aantal keren gevaarlijk. En natuurlijk krijgt Feyenoord kansen. En het is een Rotterdamse derby. Het was een heerlijk schouwspel, maar Feyenoord deed er echt onvoldoende aan om Sparta het echt lastig te maken. En uiteindelijk komen ze nog terug van de 2-0 achterstand op 2-2. Al lag dat meer aan Sparta dan aan Feyenoord, vond ik. Hoewel Slot natuurlijk wel aanvallend ging wisselen, maar hij kon natuurlijk ook niet anders. Sparta leek de wedstrijd lange tijd te gaan winnen en uiteindelijk geven ze het toch weg op het einde. Hoe kan dat? Ja, nou, we hadden net over die aanvallende wissels van Feyenoord. Maar ik vond dat Jeroen Rijsdijk, de nieuwe trainer van Sparta, die heeft Feyenoord gewoon terug in de wedstrijd gebracht. Als je zijn wisselbeleid zag, ja, dan denk je van dat je inderdaad nog met een amateurtrainer te maken hebt. Omdat hij haalde zijn hele aanvallende linie haalde die eruit. Nou, daar zat veel diepgang in, er zat veel snelheid in. Hij ging echt al veel te snel die 2-0 verdedigen. Nou, en dan haalt hij ook nog twee verdedigende middenvelders, Kitalano en de Guzman eruit. Ja, dat zijn twee sterkhouders. En misschien kunnen ze geen 90 minuten spelen, maar bijt maar even door. En dan maar met een paar keer met kramp naar de grond. Maar ik vond het ongelooflijk dat die Koki Saito, die speelde niet zijn gelukkigste wedstrijd. Maar die heeft veel snelheid, dus die laat je staan, want die krijgt altijd een kans. Van Krooi precies hetzelfde. Die miste trouwens een kopbal dat had de 3-0 kunnen zijn. Dus, en dan Brim, hè, de doelpunten maken, die twee geweldige goals maakt. En die had natuurlijk met die twee doelpunten eigenlijk de matchwinnaar moeten worden. Maar die moest ook naar de kant. En er kwamen alleen maar zwakkeren. Want als je de bank van Sparta ziet, ja, daar ligt de kracht niet. Dus ik vond dat Jeroen Rijsdijk, die heeft Feyenoord er bovenop geholpen. Ajax miste alweer heel veel kansen. Ook Brian Brobbey. Denk je dat hij de concurrentiestrijd gaat winnen van de nieuwe aankoop Akpom? Nou, Akpom die is gehaald als tweede spits achter Brobbey. Maar voor hetzelfde geld wordt dat de eerste spits. Als Brobbey dit soort kansen, hij kreeg een kopbal naar een voorzet van Wijndal. Ja, die moet er gewoon in. Ik moet wel zeggen, de openingstreffer van Ajax, van Brobbey, die maakte die heel cool af. Even daarna maakte hij een tweede. Die werd dan afgekeurd, maar dat deed hij ook heel cool. Maar ja, je mag van Brobbey wel meer verwachten dan wat hij nu brengt. En ja, hij zal de hete aan van Akpom snel in zijn nek voelen hijgen op het moment dat hij dit soort kansen blijft missen. Bij Ajax stond Carlos Borges voor het eerst in de basis. Wat vond je van hem? Hij is heel snel. En voor de rest, ja, aan de bal heeft hij te weinig laten zien. Het klopt ook wel dat hij weinig 1-tegen-1 duels had. Daarin schijnt hij het beste te zijn. Maar het zegt wel alles dat hij kon nog geen uur spelen, zei Stijn. En Stijn haalde ook twee andere aankopen van het veld. Medic, die werd in de slotfase van het veld gehaald, omdat hij had doelpunten nodig, hè, om die wedstrijd alsnog te winnen op Woudestein. Ja, en dan denk ik, je kan Medisch ook in de spits zetten. Nou, daar koos hij niet voor. Het doelpunt kwam ook niet. En Van der Bomen, die werd natuurlijk ook na ruim een uur gewisseld. Ja, en die werd evenals Medisch vorige week bejubeld, hè, na de wedstrijd tegen Heracles met de 4-1. Ja, en dan een week later, dan zien we er weer niks van terug. Dus Ajax is er voorlopig nog niet. Het enige goede positieve nieuws is dat Josep Sutalo is binnengehaald en niet voor een gering bedrag. Het gaat in totaal 23,5 miljoen euro kosten als hij de bonussen bij elkaar weet te spelen. En dat is een hele hoop geld voor een centrale verdediger. En ik hoop
dat deze jongen ook de rest van het elftal beter maakt. Want alle aankopen die Ajax tot dusver heeft gedaan, zijn geen spelers die anderen op sleeptouw nemen om Ajax beter te maken en om andere spelers beter te maken. Dat was met Tadić in de tijd en Deli Blind wel het geval. En ik hoop voor Ajax dat Josep Citalo dat ook zal zijn. En dat hij een voortrekkersrol kan gaan spelen. Want ja, een speler voor 23 miljoen, of ruim 23 miljoen halen, ja, daar mag je wel wat van verwachten. Ja, en van de traditionele top 3 won eigenlijk alleen PSV. Vond je het een terechte overwinning? Ja, als ik de eerste helft was dat wat magertjes. En op slag van rust had PSV zomaar met 2-0 achter kunnen staan. Toen kreeg Vitesse twee uitstekende kansen. Maar in de tweede helft, ja, wat zeggen ze dan, werd er uit een ander vaatje getapt. En zette PSV veel meer druk op Vitesse. En toen kwam Vitesse er eigenlijk niet meer aan te pas. En toen was het wachten op de goals. Dat dan gebeurt met persoonlijke fouten. Ja, goals komen vaak door fouten en persoonlijke fouten. Dus dat is niet zo vreemd. En ja, een trainer kan zich daar niet echt achter verschuilen, vind ik. Want ja, spelers die maken nou eenmaal fouten. Maar PSV won gewoon terecht die wedstrijd. En ja, ik moet eerlijk zeggen, als je ziet de manier van spelen, als ze dat kunnen doorontwikkelen onder Peter Bosz, dan denk ik dat PSV echt een grote titelkandidaat is. Misschien wel de titelkandidaat. Michiel Kramer scoorde voor RKC en hij zou een obsceen gebaar hebben gemaakt. Trekbewegingen richting supporters van AZ. Snap jij die manier van juichen? Nee, Michiel Kramer doet heel veel dingen die ik niet snap. En het schijnt allemaal geweldig te zijn. En het is een soort hype geworden vorig jaar, omdat RKC het heel goed deed. Hij aanvoerder was, toen gedroeg hij zich voorbeeldig eigenlijk. En dan begrijp ik dat hij veel in de media komt. En hij heeft natuurlijk wel altijd wat te zeggen, maar ja, dit gedrag. We proberen met z'n allen het wat normaler allemaal te laten worden. En supporters zijn vaak heetgebakerde mannetjes en vrouwtjes. En die om het minste of geringste kunnen ze uit hun vel springen. En dan gebeuren er weer allerlei rare dingen. En Kramer helpt met dit gedrag daaraan mee. En dat moet je gewoon niet willen. En ik begreep ook niet waarom hij geen gele kaart kreeg. Want daar had hij gewoon een gele kaart voor moeten krijgen. Kramer scoorde voor RKC en Pavlidis scoorde voor AZ. Ja. Nou, eindelijk hè, voor Pavlidis. Twee keer scoorde hij zelfs. En je had het idee dat hij echt op jacht was naar doelpunten. En dat begrijp ik ook als spits. En het is te hopen voor AZ dat ze hem kunnen behouden. Want ja, hij is toch een hele belangrijke speler. En niet alleen zoals tegen RKC in de afronding, maar ook in het spel. Want ja, hij voetbalt ook gewoon goed mee. Hè. Hij geeft ook andere kansen. En ja, hij had natuurlijk al wel wat assist. Maar voor een spits blijft het altijd lekker om zelf ook te scoren. En ja, ik denk dat AZ er alles aan moet doen om hem te houden. Want waar hou je een tweede Pavlidis zo vlak voor de transfer deadline? Dus ik denk dat Pavlidis een hele belangrijke kracht voor AZ kan worden als ze hem kunnen houden.